Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag dit leuke baby jurkje haken. Het is echt heel makkelijk, maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en abonneren, altijd leuk. Alle vragen kan je onder deze video kwijt en ik zal ze zo vlug mogelijk proberen te beantwoorden. Maar nu gaan we beginnen aan dit leuke, schattige baby jurkje. Ik zal zo vertellen wat je nodig hebt en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We hebben nodig een bolletje mixed cotton van de HEMA, een stopnaald, haaknaald nummer 5, een schaartje, een knoopje en een centimeter. En de mixed cotton bestaat uit 52% acryl en 48% katoen. Dus met één bolletje heb ik het jurkje gehaald of gehaakt. Dus we kunnen gaan beginnen. Tot zo! We beginnen met een opzetlus. Dan pak je het einde van je draad en je draait je draad en dan leg je deze draad door die lus heen. En dan trek je aan allebei de draden en dan heb je een opzetlus. En de steek is deelbaar door 2, dus we beginnen met losse op te zetten en we zetten 60 losse op. 1, 2, 3 en ik zie je bij 60, zie ik je weer terug. Tot zo! En nu hebben we een ketting van 60 lossen. Ik zal hem even meten. Ik heb nu 40 centimeter. En dat is genoeg voor een babytje van een half jaar, 6 maanden. En, maar we gaan nu beginnen met de eerste toer. En daarmee zetten we 2 lossen op. 1. 2. Dus deze 2 die tellen mee als eerste stokje of half stokje. We gaan de eerste toer met halve stokjes haken. Dus we zetten in de eerste, tweede, in de derde, daar steken we in. Dus de eerste, tweede, in de derde vanaf de haaknaald, hier steken we in. Je haalt je draad op en je gaat omslaan en je gaat door alle 3 de lussen. Omslaan, in de volgende steek insteken, draad ophalen en door omslaan en door alle 3 de lussen. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door alle 3 de lussen. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door alle 3 de lussen. En zo maak je de hele toer af en op het einde dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de eerste toer. Kijk, dan heb je echt een lange opzetketting met allemaal halve stokjes en de laatste steek natuurlijk ook nog met een half stokje. Nu gaan we naar de volgende toer. En dan gaan we het weer een keren met 2 lossen. 1, 2. En dan keer je het werk. En dan gaan we weer op elke steek. En we nemen deze steek als eerste steek. Hier gaan we een half stokje weer op maken. Dus we steken in, we halen de draad op en we halen door 3 lussen. En zo maken we heel toer 2 af. Zie je? En deze telt eigenlijk ook mee als stokje of als half stokje. En dan gaan we dadelijk de ring sluiten. En dan komt hier dus een knoopje aan. Maar goed, we gaan eerst eventjes toer 2 afmaken
met allemaal halve stokjes in elke voorgaande steek. Dan zie ik je op het einde van toer 2, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de tweede toer met de halve stokjes. En in de laatste, daar maken we nog een half stokje. Dus je moet goed zorgen dat je op elke steek weer een half stokje hebt. Dan gaan we naar de derde toer. Met 3 losse. 1, 2, 3. En we keren het werk. En nu gaan we om en om stokjes maken. Dus we gaan nu in deze eerste steek een stokje zetten. Een gewoon stokje door 2 omslaan door 2. Dit telt mee als stokje, dus hier zitten dus 1, 2 stokjes in 1 steek. Dan in de volgende zetten we 1 stokje. En op de derde steek hier zetten we weer 2 stokjes in. Dus we gaan iedere keer om en om, hier nu 2 stokjes in 1 steek en in de volgende 1 stokje, dan weer 2 stokjes in 1 steek, 1. En ik zie dat ik hier, weet ik niet zeker of ik hier nu een echt stokje, dus ik ga even terug uit, 1 stokje. Moet je even opletten, omdat je net natuurlijk halve stokjes hebt gedaan. Maar je gaat dus 2, 1, 2, 1 en weer 2 stokjes in 1 steek. En nog 1. En ik pak even het voorbeeld erbij, tenminste het jurkje. En dan zie je dat ik 2 toeren halve stokjes heb gedaan en nu heb ik 1 stokje in 1 steek gedaan en 2 stokjes in 1 steek, 1 stokje in 1 steek en 2 stokjes. Dus toer 3 gaan we verder maken met om en om 2 stokjes, 1 stokje, 2 stokjes, 1 stokje. En dan zie ik je op het einde van toer 3, dan zie ik je weer terug. Tot zo! En we zijn op het einde van de derde toer en we doen dan in de laatste steek, dat is deze, daar doen we nog 2 stokjes in. En nu gaan we het verbinden. We leggen dus je ketting of je pandjes komen nu aan elkaar. Dus je legt zo de onderkant of de hals tegen elkaar aan. Je houdt je draad aan de achterkant en we gaan in de eerste, tweede, derde steek, daar gaan we een halve vaste maken. Daar sluiten we dus de toer met een halve vaste. Je slaat om en je haalt door 2 lussen. Zie je, dan is dit nu de opening. Ik zal even het voorbeeld erbij pakken. Kijk, als je het zo houdt, dan is bij de derde toer, daar zet je het aan elkaar. Hier heb je dus 2 stokjes, 1 stokje en je zet hem hier aan elkaar en dit is weer je begin lossen. Als je hiermee bezig bent, dan zie je het vanzelf. Want nu gaan we aan de vierde toer beginnen. En de vierde toer we beginnen nu met de vierde toer met 3 lossen. 1, 2, 3. En nu gaan we tussen die 2 stokjes in, hier gaan we dus 3 stokjes maken. Dus we slaan om, dit tussen die eerste en die tweede. Hier gaan we
omdat die eerste meetelt, gaan we twee stokjes maken. Dus deze telt mee in 1, 2. Oh nee, deze houden we als beginstokje, dus we zetten er 3 in. 3 stokjes. Tussen die eerste en die tweede zetten we 1, 2, 3 stokjes. En dan gaan we op deze enkele, op dit ene stokje, gaan we 1 stokje maken. En dan gaan we tussen deze 2 in. Hier tussen 2 in gaan we 3 stokjes maken. 1, 2, 3. En op deze enkele gaan we weer 1 stokje maken. Je kan de afspeelsnelheid altijd langzamer zetten. Dan tussen deze 2 in gaan we weer 3 stokjes maken. 1, 2, 3. En op die enkele hier 1 stokje. En zo maken we heel toer 4 af. En dan zie ik je op het einde van de toer hier. Zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de vierde toer. En we gaan nu nog tussen deze 2 in. Gaan we nog 3 stokjes haken. Dus tussen deze 2 stokjes gaan we nog 3 stokjes haken. 1. 2, 3 en dan gaan we naar deze begin. Kijk, hier zetten we nu geen stokje meer op. We gaan nu naar die eerste, tweede, de derde losse. Daar gaan we meteen een halve vast in maken en dan sluiten we de toer. 1, 2, 3. Daar steken we in. Je haalt je draad op en nog een keer door de laatste lus en dan is dit gesloten met een halve vaste. En dan gaan we dadelijk weer 3 lossen omhoog. En we beginnen aan de vijfde toer met 3 lossen. 1, 2, 3. Ik heb even het voorbeeld erbij gepakt zodat je kan zien hoe we in toer 5 4 stokjes gaan maken. We gaan dus 4 stokjes op het middelste stokje van de derde maken. Dus op het middelste stokje van de derde. Dus toer 5. We hebben 3 lossen gedaan. En dan gaan we op het middelste stokje van dit groepje van 3 gaan we 4 stokjes maken in 1 steek. 1, 2, 3, 4. Dus in de middelste steek van die vorige toer, daar gaan we 4 stokjes op maken. En dan gaan we naar dat ene stokje. Daar zetten we gewoon 1 stokje op. Dan gaan we weer naar de 1, 2, de middelste. Daar zetten we 4 stokjes op. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we naar die ene. Ene stokje en daar zetten we 1 stokje op. Dus dit is toer 5. Je begint met 3 lossen. Je gaat naar de middelste van de derde. Daar zet je 4 stokjes op. Dan 1 stokje op een stokje. En dan ga je weer 4 stokjes op het middelste stokje zetten. En weer 1 stokje. En dan zie ik je op het einde van toer 5. Daar zie ik je weer terug. Tot zo.
We zijn nu op het einde van de vijfde toer en ik heb hier nog drie stokjes van de vorige toer. Daar ga ik dus in die middelste nog vier stokjes op zetten. En dan sluiten we toer 5 in de eerste, tweede, derde. Ik ga altijd een beetje met de punt van mijn haaknaald erin, want het is altijd een beetje lastig te zien. En dan met mijn duim duw ik eigenlijk, want ik wil twee lusjes hebben. Zo. En dan sla je om en dan maak je een halve vaste. En dan zijn we klaar met toer 5. En dan zie ik je terug in toer 6. Tot zo. We beginnen toer 6 met 3 lossen. 1, 2, 3. Zie je dat die 3 lossen zo ook mooi doorlopen? Dat dit dan je achterkant wordt. Dan ga je tussen die groepje van 4 in die middelste, die 1, 2 sla je over en in die middelste, hier ga je 5 stokjes inzetten. Dus je begint toer 6 met 3 lossen en dan ga je tussen de groepje van 4, tussen de tweede en de derde, daar ga je 5 stokjes inzetten. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dan heb je een groepje van, je begint toer 6 met 3 lossen en je gaat meteen door naar je groepje en daartussenin zet je 5 stokjes. En dan ga je weer naar die enkele, het enkele stokje. En daar zet je weer 1 stokje in. En nu ga je weer in dit groepje van 4 in de 1, 2 in die opening tussen de tweede en de derde, daar ga je weer 5 stokjes in maken. 1, 2, 3. 4, 5 en dan ga je weer naar die ene stokje, daar zet je 1 stokje op en dan ga je weer naar het volgende groepje en dan zet je weer hier, zet je weer 5 stokjes in, dan weer 1 stokje, 5 stokjes, 1 stokje, 5 stokjes. En op het einde van de zesde toer, hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu op het einde van de zesde toer en we gaan hier tussen die 4 in nog 5 stokjes haken. 1, 2, 3. 4, 5 en we gaan het zesde toer 1, 2, 3 in de derde gaan we de derde lossen, daar sluiten we de toer met een halve vaste. Wat een leuk resultaat, hè? Als je het zo al dubbel legt, dan zie je al dat het een schattig jurkje aan het worden is, zie je? Het is de voorkant, dit is de achterkant. Echt heel leuk. Maar we gaan nu aan toer 7 beginnen.
We beginnen nu aan toer 7 en toer 7 is schelpjes tellen. Ik kom nu op 30 schelpjes en we gaan 5 schelpjes haken, dat is dus de halve achterpand. Dan gaan we 5 schelpjes overslaan en een schelpje is gewoon een waaiertje van 5, dus dat is een schelpje. Dus we gaan er 5 haken, we gaan er 5 overslaan en dan gaan we er 10 haken. En dan gaan we er weer 5 overslaan en 5 haken. Maar we gaan gewoon beginnen. We gaan nu 1, 2, 3 lossen. Daar beginnen we mee. En als je die 3 lossen gedaan hebt, dan beginnen we met 5 van deze schelpjes. En dan gaan we weer ook 5 stokjes op haken en die pakken we op de eerste, tweede, op de derde, daar gaan we 5 stokjes op haken. 1 2 3 4 5 Dan pakken we het volgende stokje. Daar zetten we een stokje op. En zo gaan we verder tot we 5 schelpjes hebben. Dus 5 stokjes van 5 schelpjes van 5 stokjes. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Kijk, we hebben in toer 7 nu 1, 2, 3, 4, 5 groepjes gemaakt. 5 schelpjes en een stokje. En nu gaan we de 5 overslaan en dit is dus het armsgat 1 2 3 4 5 en dit stokje, dit verbinden we weer met dit stokje, dus we leggen het nu dubbel en dan maken we de hiervan het armsgat. Maar hier gaan we dus, je houdt je draad aan de achterkant, je houdt dit stokje vast, tenminste hier kijk je naar dit stokje, daar maak je weer een stokje op. Zie je dat je dan een armsgat gemaakt hebt? Dus je hebt 1, 2, 3, 4, 5 schelpjes. En dan gaan we nu naar het voorpand. En dan draai je het zo dat je je voorpand hebt. En dan maak je weer 10 schelpjes van 5 stokjes in die middelste. In de middelste maak je weer een groepje van 5 stokjes. En dan ga je 10 keer doen. Een, twee, drie, vier, vijf en een stokje. En als je de 10 van die schelpjes weer hebt gedaan voor het voorpand, dan zie ik je weer terug. We hebben nu 10 schelpjes aan de voorkant gedaan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan ga je weer een armsgat maken en we slaan er 5 over. 1 2 3 4 5 en dan hou je dit stokje aan. Dus je maakt zo je maakt de armsgat dubbel en je pakt je draad weer op. Je slaat om en je gaat op dit stokje een stokje maken. Zie je, dan heb je meteen een armsgat en dan gaan we weer 1 2 3 4 5 waaiertjes maken en dan ben je op het einde van toer 7 bij het achterpand. Dus nu maak je weer 5 waaiertjes op de derde, 1 2 derde, daar zet je weer 5 stokjes op. En dat ga je helemaal doen tot het einde van de toer en dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu op het einde van de toer, toer 7, en dan gaan we nu weer in de eerste, tweede, derde, daar gaan we weer de toer sluiten met een halve vaste. Dan zie je dat dit die begin die blijft ook mooi op aan de achterkant en dit draadje, dit kan je straks gebruiken
voor het knoopje. Dan leg je dan om het knoopje heen en dan werk je het netjes af. Maakt niet uit wat voor knoopje dat je pakt. Maar we gaan nu nog toer 8 beginnen. We gaan beginnen aan toer 8 en omdat we dit nu al gesloten hebben, de armsgaten, kijk, zie je, zal ik eventjes uitleggen dat je bij de armsgaten gewoon nu kan je dus toer 8 kunnen we gewoon helemaal rond gaan haken, maar dan moet je wel dus dit schelpje en dan zetten we hier een stokje op en dan gaan we op dit schelpje weer een schelpje maken van 5 stokjes en dat doen we iedere keer in de middelste. Dus toer 8 is 1 stokje, 5 stokjes in de middelste, 1 stokje, 5 stokjes, 1 stokje, 5 stokjes. Maar je moet opletten dat je dus natuurlijk wel nu het middel pakt en niet hier bij het armsgat terechtkomt. Dus dat je echt hierdoor gaat haken. Maar ik ga het eventjes rustig uitleggen. Je begint toer 8 met 3 losse en dan ga je hierop op de middelste weer een waaiertje van 5 stokjes maken. Zet de video langzamer als het te snel gaat of de ondertiteling aan, kan allebei. Zie je, weer een stokje op het voorgaande stokje, 1 2 3 in de derde weer 5. En weer op het stokje 1 stokje en dan haak ik even door tot hier bij het armsgat, zie je, dit is het armsgat en dan zie ik je dadelijk terug, tot zo. En dan zijn we nu in toer 8 hier bij het armsgat, zie je, ja, ik heb hier al 5 stokjes gehaakt op het voorgaande groepje en dan gaan we bij het armsgat deze 2 verbinden, zeg maar, door hierin te steken en dan steek ik nog een keer in zodat je echt deze goed sluit. Ik zal het nog een keer laten zien. Kijk, ik pak deze steek op en ik ga hier achterlangs en dan ga ik nog een keer naar achteren en dan haal ik mijn draad op en dan sluit dit armsgat goed met een stokje en dan ga je weer het patroon vervolgen. Je gaat weer op het volgende schelpje, op het derde schelpje of derde stokje, 1 2 derde, hier ga je weer 5 stokjes op maken. Zie je dat toer 8 maakt het helemaal rond. En als je dan helemaal rond bent, dan zal ik even het voorbeeld laten zien. Dan ga je gewoon deze toer 8, die vervolg je gewoon tot zover als dat jij het wil. Kijk, dit is een heel klein maatje, dit is maatje 56. Maar ik zal even centimeter bijpakken. Deze is 20 centimeter. Maar maatje 62 moet je 25 centimeter pakken en dat is in inches, 8 inches voor maatje 58 en voor maatje 62 en ik weet niet of dat in Amerika is, is het 9,5 inch, dat is de lengte, dus ongeveer 25 centimeter. Dus toer 8 haak je gewoon helemaal in het rond. Zie je dat je hier dus gewoon het armsgat hebt en dat je alle toeren gewoon naar beneden gaat haken. Je kan het nog afwerken hier met een gewoon een randje vast, heb ik gedaan.
ja, het hoeft niet in een ander kleurtje. En de sluiting heb ik met een klein knoopje en gewoon het lusje gepakt waar ik dit lusje, dit heb ik gepakt waar ik mee, even kijken waar het gebleven is, waar het mee begonnen is. Dus toer 8 die haak je af en dan ga je toer 9, toer 10, je haakt gewoon lekker door tot je de gewenste lengte hebt. En dan zou ik zeggen dankjewel voor het kijken, duimpjes omhoog, abonneren, hieronder op mijn foto klikken en tot de volgende video. Tot ziens!